Ja, en nu komt het mooiste toetje nog. Ja, twee wedstrijden tegen Quick Boys. En, ja, we gaan zien wat dat gaat brengen. Dus ik ben benieuwd. Er zullen veel toeschouwers op afkomen. En ja, fantastische wedstrijden worden, denk ik. Je bent hier thuis van Hoek eigenlijk op dezelfde manier als dat je daar in Hoek ook won. Ja, ik denk dat het nog aardig spannend maken. Ik denk 2-0 voor en het wordt weer 2-1, 2-2. En dan denk je toch weer van, joh, als het 2-3 wordt, dan wordt het weer, is het weer gelijk. Maar gelukkig maken wij 3-2 en toen dacht ik wel van het is gespeeld. En hoe raar is het voor jou als voetballer dat je dan de uitgoals niet dubbel mag tellen? Want daar was ik nog mee aan het rekenen, maar het is gewoon optellen en kijken waar je op uitkomt. Ja, precies. Normaal met Champions League en zo heb je dat. Dat was voor ons wel lekkerder geweest natuurlijk. Maar ja, we wisten gewoon dat we thuis gewoon voor de winst moesten gaan. Hebben we ook gedaan vanaf het eerste moment en ja, het is beloond. Nu zegt men, VVSB komt uit de tweede divisie, speelt om daarin te blijven. Quick Boys speelt om erin te komen. Voor hen valt meer te winnen. Deel jij die mening? Nou ja, kijk, ik denk als je ziet waar wij vandaan zijn gekomen, onderaan gestaan altijd en dan toch nog na competitie mogen spelen, dan is dit echt voor ons een toetje, zeg maar, en waarin we alles gaan geven om behoud van VVSB veilig te stellen. En ja, Quick Boys, ja, die willen ook natuurlijk, die zullen er ook gebrand zijn om naar die tweede divisie te gaan. En daarom denk ik dat het een mooie clash gaat worden. Hoe pikant is deze wedstrijd voor jou? Ja, is natuurlijk. Ik had het al een tijdje aanzien komen eigenlijk. Als je een beetje zat te rekenen, dan weet je dat dat gaat gebeuren. Maar ja, ik ben in dienst van VVSB en daar zal ik mijn best voor doen. Kan je zo zakelijk ook zijn, want er gaat ook gevoel meespelen. Ja, nee, ik nogmaals, ik wil er niet te veel over zeggen, maar ik ben in dienst van VVSB en daar ga ik mijn best voor doen.